Hallo allemaal, superleuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. Ik ben Nikki en vandaag ga ik het hebben over het visbestand en alles wat je erom moet weten voor een 1,20 meter aquarium. 120 centimeter of ongeveer 260 liter dus. Goed, in deze video gaan we kijken naar welke vissen leuk zijn voor een 1,20 meter aquariums. 120 centimeter. Dit is ongeveer 260 tot 300 liter. Natuurlijk zijn er bepaalde maten die daar buiten vallen. Maar kijk dus eventjes, ja, ongeveer is het in ieder geval deze video voor die maten. Komt niet super precies. Maar in deze video ga ik het dus hebben over welke vissen in die maat kunnen. Nu, dit is deel 4 van een serie over visbestand. De één na laatste alweer over visbestanden voor allerlei maten aquaria. De allereerste video gaat globaal over welke vissen bij elkaar kunnen waar je op moet letten. Dus die video zou ik zeker even aanraden om te kijken. En mocht je een 1,20 meter aquarium hebben of van plan bent om die aan te schaffen, dan ga ik in deze video dus behandelen welke vissen die als minimum maat hebben, welke vissen leuk zijn, welke je met elkaar kunt combineren. Noem het allemaal maar op. Laat ik maar weer beginnen bij de bodem. Bij de bodemvissen in 1,20 meter heb je heel erg veel keuze qua schone vissen en blikvangers. En dan kom je echt een beetje in de maat waar er gewoon super veel leuke vissen te krijgen zijn. En die ook allemaal wel in die maat prima thuis horen en op zijn plek zijn. En kun je ook voor de kleinere schone vissen, die in 1,20 meter super leuk zijn, heel erg grote aantallen zetten. Zo kun je bijvoorbeeld de Rasbora Espy, die al een vrij klein aquaria kan, in 1,20 meter gewoon 50 erin zetten. Wat gewoon heel erg gaaf eruit ziet. Daarnaast ook de heel erg populaire Kardinaal Tetra. Kan vanaf 1 meter, vanaf 1 meter eigenlijk al. Maar dus ook in 1,20 meter. Maar goed, eerst die schone visjes, kom ik zo meteen even op terug. Bodemvissen. In 1,20 meter kun je natuurlijk alle corridorassoorten kwijt die er zijn. Zijn schone vissen die, dus heel graag kiezen een soort en nemen er een groep van. Je kunt er zo 15 tot 20 kwijt in 1,20 meter. Afhankelijk natuurlijk van je inrichting. Want hoe meer bodem jij bedekt met stenen en hout, et cetera, hoe minder grondelruimte er is voor je corridoras. Dus heb jij een heel erg volle inrichting, ga dan voor minder corridoras. Heb jij een lege inrichting op de bodem, dus daar kun je meer corridoras kwijt. Ook culies hebben wij zwemmen in de 1,20 meter. Die zijn onwijs leuk. We hebben er volgens mij 17 in zitten en ze zijn totaal niet schuw en nemen de hele bodem over. Heel persoonlijk vind ik ze inmiddels leuker dan corridoras, omdat ze ook gewoon wat minder voorkomen. Maar goed, alle corridora soorten en de sculi soorten kun jij kwijt in 1,20 meter. Je kunt ze zelfs combineren trouwens. Dus een 10 culies, 10 corridoras bijvoorbeeld. Als je dat zo willen en genoeg bodemruimte hebt. Maar in ieder geval heel erg veel opties. Daarnaast qua schone vissen op de middenlaag heb je ook heel erg veel opties. Die kun je ook prima combineren met de corridoras. Alle soorten rasbora's kunnen, alle soorten tetra's kunnen. Ook de keizer tetra, wat een grotere tetra soort kan. Ook kun je de wat grotere regenboogsoorten erin kwijt. Die ook wel heel erg gaaf zijn. En sunshiners bijvoorbeeld. Maar ook de peacocks. Regenbogen, de blauwe regenboogvis die wij hier dan hebben zwemmen in de 1,20 meter, is heel erg gaaf. En zo zijn er heel erg veel regenboogsoorten die erin kunnen. Ook de complete, dat zijn kleinere regenboogvisjes. De pseudomegielfamilie kan er helemaal in. Of helemaal, maar goed. Jullie snappen het. Ik noem heel erg veel soorten op. En die kunnen allemaal passen in 1,20 meter. Ik zou ze niet allemaal combineren. Ho. Ik gooi even iets weg, maar goed. Ik zou ze niet allemaal combineren, maar je hebt wel keus uit heel veel verschillende soorten. Ook alle tetra soorten kunnen dus. Dus enorm veel verschillende soorten. Nu, afhankelijk van de grootte zit je natuurlijk met de aantallen. Nog altijd, vanaf 1,20 meter zou ik afraden om te gaan combineren. Dus om te zeggen, ik neem 10 kardinaal tetra's, 10 vuur tetra's en 10 vuur neons. En theorie kan het, want je kunt ze allemaal in dezelfde waterwaarde houden. Maar omdat ze allemaal in dezelfde waterlaag zwemmen, gaan ze elkaar gewoon in de weg zwemmen. En is het een heel onrustig beeld. Daarnaast, voor ons is het een onrustig beeld, maar voor de vissen is het ook onrustig. Dus ze gaan net wat meer stress hebben, zijn daardoor meer ziektegevoelig. En dus, hoewel het in theorie kan, zou ik het afraden. Ik zou het houden bij één soort. Dus kijk naar een soort die je leuk vindt tussen alle opties die er zijn.
En kies daar dan vervolgens één grotere school van. Want je hebt ook wel de ruimte. Wij hebben dus van die regenboogvissen, de blauwe regenboogvis, om even de Nederlandse naam te pakken. Hebben wij er 27 in zitten in 1,20 meter. En dat gaat heel erg goed. Maar van kleinere soorten, want die vissen worden toch wel zo. Maar van de kleinere soorten kun je er zo 40 of 50 in zetten. De welbekende kardinaaltetra kan dus ook in 1,20 meter. En kun je er ook zo'n stuk of 20, 25 in zetten. En ook de roodkop zalm, een heel erg bekende vis, wordt over het algemeen aangeraden voor kleinere aquaria, maar omdat zulke zwemmers zijn, zou ik ze echt pas vanaf 1,20 zetten. Het is een van de weinige soorten die ook daadwerkelijk blijft scholen. Want alle scholenvissen willen wel in grotere groepen gehouden worden, maar vaak zie je ze dat ze toch uit elkaar vallen en zie je dat ze toch hun eigen weg gaan. De roodkopzalm is een van de weinige soorten die vaak wel bij elkaar blijft. En dan kun je bijvoorbeeld ook 30 stuks inzetten en die gaan dan de hele bak door. Het is gewoon heel erg gaaf. In de bovenlaag qua soort heb je ook heel erg veel soorten die kunnen. Je hebt belzalmen bijvoorbeeld, een heel erg bekende vissoort die vanaf 1 meter al heel erg goed kan. Dus een 1 meter 20 ook. Maar dat zijn heel erg veel verschillende soorten visjes die wel kunnen. En ook kunnen de grotere gourami soorten erin. Dus de diamanten gourami en de goud gourami, niet gecombineerd natuurlijk, maar kunnen ook in koppels gehouden worden in 1 meter 20. Dat is wel echt de minimummaat ook voor ze. Daarnaast kunnen ook sluiers starten in 1,20 meter. Dat kan niet gecombineerd met ook maar een andere vis die ik noem of genoemd heb of ga noemen. Maar het zijn wel heel erg leuke vissen die dus in een speciaal aquarium, dus puur met alleen sluiers starten, vanaf 1,20 meter gehouden kunnen worden. En dan is het 50 liter per vis, overigens, voor alle duidelijkheid. Dus nog steeds kun je niet veel sluiers starten houden, maar je kunt wel sluiers starten houden. Wel heel belangrijk dat je dan een heel erg groot filter neemt. Ook nog een heel erg andere leuke vis die als een leuke blikvanger geldt in een aquarium zijn sleutelgatcycliden. Ook die kunnen vanaf 1,20 meter. Nu is het wel zo dat je die als je jong koopt vaak in een groep koopt. En die groep vaak toch weer een speciaal aquarium moet houden. Of in grote aquaria. Maar in ieder geval als je uiteindelijk een koppel zou hebben, dan kan je wel een koppel sleutelgatcycliden ook in 1,20 meter kwijt. Nu zijn er ook heel veel L-nummers die vanaf 1,20 meter kunnen. De welbekende Alcestris, die kan natuurlijk vanaf 1 meter. Maar ook grotere soorten zoals de L128, de Blue Phantom dus en de Green Phantom. En best wel veel andere L-nummers kunnen vanaf 1,20 meter. De echt heel grote jongens moet je van weg blijven. Want die vervuilen echt nog te veel en worden echt te groot. Maar er zijn wel vrij veel L-nummers die kunnen. Ook een vis die vaak al aangeraden wordt kleiner, maar vanaf 1,20 meter pas echt tot zijn recht komt, zijn de Opisthogramma soorten. Ze zijn niet groot, ze zijn wel prachtig qua kleur, maar ze zijn vooral heel erg temperamentvol en daarom ook heel erg territoriaal en daarom geschikt voor grotere aquaria. Het is heel erg belangrijk dat je die ook de ruimte geeft. Die kun je dus bijvoorbeeld niet combineren met sleutelgatcycliden, omdat die ook territoriaal zijn. Dus die gaan territorium verdedigen en dat gaat op de clinch met elkaar. Maar je kunt dus wel een harem, Opisthogramma en elke soort, het zijn natuurlijk tig Opisthogramma soorten, kun je houden vanaf 1,20 meter. Die zijn ook wel heel erg mooie blikvangers. Jullie horen het al, eigenlijk vanaf 1,20 meter komen ook echt gewoon de grotere blikvangers. Zoals de gouramis, Opisthogramma's, sleutelgatcyclides komen dan naar voren. En in kleinere aquaria is dat gewoon lastiger. Nu is heel bewust een soort die ik niet genoemd heb, die vaak wel aangegeven wordt als 1,20 meter als minimum maat. En dat zijn de maafvissen en de discusvissen. Ik vind niet dat ze 1,20 meter thuis horen. Ik heb ze gehad in 1,20 meter. Maar merk gewoon echt dat ze te weinig ruimte zijn. Vaak wordt 1,20 meter met een 50 centimeter waterhoogte. Want de meeste 1,20 meter bakken die zijn iets lager nog. Maar dus dan onder voorwaarde van 50 centimeter waterhoogte wordt 1,20 meter als minimum gegeven. Zelf vind ik dat echt te klein voor maafvissen. Ik heb het dus geprobeerd. Ik heb het gehad dan met de kleinste maafvissoort die er is, de Leopoldi. En nee. De vissen waren gewoon niet blij. Ik heb ze dus in 2 meter zitten, zoals jullie weten. Beetje overdreven, maar die zou ik echt pas vanaf 1,5 meter houden. En niet kleiner gaan zetten, dus niet in 1,20 meter zetten. Heel vaak wordt het dus wel aangeraden, maar het wordt ook heel erg veel afgeraden.
Natuurlijk kun je ook alle levenbarenden houden in een 1,20 meter. Sommige mensen vinden het vreselijk leuk om een soort circus levenbarenden te hebben. Dat kan in 1,20 meter. Guppies, vaartdragers, mollies, noem het allemaal maar op. Ze kunnen ook gecombineerd met elkaar. In een 1,20 meter heb je natuurlijk ook de ruimte dat als je baby's hebt, dat ze niet per direct je gelijk je aquarium overbevolken. Maar uiteindelijk zal het ook in dat aquarium gebeuren. Ook vanaf 1,20 meter kunnen cycliden, Malawi-cycliden en allemaal dat soort dingen. Maar heel eerlijk heb ik daar gewoon geen verstand van. Dus ik kan niet adviseren welke soort of hoe dat dan allemaal werkt. Dus dat is ook sowieso echt een andere kant van de hobby. Echt een speciaal aquarium. Dus verdiep je daarin, maar het is wel een mogelijkheid. Verder is het ook belangrijk om te noemen dat vanaf 1,20 meter ik echt zou aanraden extern te gaan filteren. De interne filters in 1,20 meter zijn gewoon echt te klein. Je hebt te weinig stroming, je hebt te weinig hoeveelheid filtermedia om jouw vervuiling aan te kunnen. Mijn camera hield ermee op. Na 4 video's had hij besloten dat het uiteindelijk tijd was om zijn batterij op te laden. Dus ik ben even geswitcht, vandaar het verschil in beeld. Maar goed, zo groot als de interne filters die je nodig hebt om 1,20 meter te runnen, die worden gewoon eigenlijk niet geleverd. Dus daarom zou ik echt wel aanraden om extern te gaan filteren. Omdat dat gewoon een stuk beter is voor je stabiliteit binnen het aquarium. En dan kun je veel meer vervuiling aan. Dus dan hoef jij ook gewoon, is het onderhoud wat minder afhankelijk van jou en heb je gewoon echt een stabieler aquarium. Dat zou ik dus absoluut aanraden, omdat het jezelf gewoon heel erg veel scheelt. Maar ik gok dat als je een 1,20 meter, dat je over het algemeen er ook al vanuit gaat dat je extern filtert. Maar ik wil het er toch nog even bij genoemd hebben. 1,20 meter is dus echt een aquarium waar je gewoon heel erg veel soorten vissen in kwijt kunt. Heel erg veel schone vissen in kwijt kunt. En echt een heel erg leuke maat aquarium is. Als je dus ook begint met aquarium hobby, zou ik zeker 1 meter of 1,20 meter starten. Ik heb bewust geen video gemaakt over welke vissen in een 1 meter aquarium kunnen. Omdat er eigenlijk weinig soorten zijn die niet in 80 centimeter kunnen. Maar dan wel in 1 meter. Maar die niet eigenlijk beter ook in 1,20 meter kunnen. Dus het is een beetje gecombineerd. Wat in deze video genoemd is, heb ik ook al gezegd. De minimummaat is soms 1 meter, soms 1,20 meter. Dus dat is eigenlijk even gecombineerd geworden in deze video. Ik hoop dat jullie het aan gehad hebben. De volgende, de laatste video van deze serie zal zijn welke vis dus 1,5 meter kunnen. En dan zal ik ook wat dieper inzoomen op de behoeftes van bijvoorbeeld een maanvis. Ik hoop dat jullie het gehad hebben aan deze video. Doe zeker een duimpje omhoog als dat zo is. Te abonneren op mijn kanaal als je op de hoogte wilt blijven van de nieuwste video's. En dan zie ik jullie heel erg graag weer terug bij een volgende video of livestream. Dus doei doei!